samenleving in het zonnetje zetten door boekjes te geven. Op het Stadhuisplein, 21 september, Vredesdag 2011, is er iets heel moois aan het ontstaan. En daarom willen we heel graag een vredige onderwaterwereld met ons zeepaard als symbool. Alles leeft en glijdt langs elkaar heen in vrede. En dat is wat we hier neerzetten. Spontaan, door iedereen, ontstaat hier een geweldige onderwaterwereld. Hé, Mirjam? Wat vind je hiervan? Al die zomaar wat er allemaal nu ontstaat? Ik vind het verwonderend ook, denk ik, wat er allemaal zo op het bord is komen te staan aan woorden en tekeningen. Ja, hè? Ja. Wat ik ook zo mooi vind, is als je zelf met inspiratie begint, zoals Hanna heeft gedaan, dan nodigt dat ook andere mensen uit om ook het beste in zich naar boven te halen. Ja, ik vind het ook zo mooi dat iedereen iets kan toevoegen, zeg maar. Het maakt niet uit, als je niet wilt tekenen, dan kun je tekst toevoegen. Ja, wat tekst. Ja. Ja. En anders kun je altijd nog alleen een kleur toevoegen, zeg maar. Ja. En je kan, zoals jij nu bijvoorbeeld ook doet, je vult elkaar aan. Want je bent een bestaand iets nog mooier aan het maken. En hier deze dame van Spontaan, studentenvereniging Spontaan. Die is echt, ik is echt fantastisch. Hanna, je hebt hier wel een beetje competitie, hè? Dat snap je wel, hè? Ja, ik had het ook. Ja, ik zag het zeepaard. Hij overheen. Hij is echt geweldig. Dat lukt hoor. Dat lukt me niet. Wauw. Mooi het hoor. Ja, maar dat is ook, hè? Dat is een samenwerking. Ja, toch? Samenwerking, ja. Ze krijgen een collega bij. Ze hebben een beter dan. Ja. Nou, studentenvereniging Spontaan mag best wel meedoen, maar Krijt voor Vrede, toch? Ja hoor. Ja. Graag zelfs, want het is een voor- en doorgebeuren. Is een studentenvereniging nog wel? Nee. Wat voor gehoord eigenlijk? Mijn klein, dit is een 20 meter of zo. Oh, dat is een klein. Oh, dan gaan we wel even, ik heb geen kaartje, maar even contacten uitwisselen. Dat, dat ze ook misschien iets meedoen. Ja, dat is goed idee. Mieke, dit zijn eitjes. Het uitbroeden van iets moois? Ja, het uitbroeden van iets moois. Dat gaat iets worden dus. Ja, hè? Wat is vrede voor jou, Mieke? Hoeft niet groot te zijn, kan ook klein. Zo klein, een blikje. Een hand. Hanna, wat is vrede voor jou? Ik ga even na te denken. Maar is toch top als ik het heel dicht bij mezelf hou, op een klein gebied. Boodschapjes doen voor je buurvrouw, die oud is. En de bloemetjes die bloeien en mensen die dat verzorgen. Zeg maar op een kleine schaal goede dingen voor elkaar doen. Ja. Precies. Gewoon op kleinschalig en dan maak je het groot. Natuurlijk is vrede ook geen wereldoorlog meer en zo, maar dat is zoiets groots. En dat is voor mij persoonlijk, om het dicht bij huis te halen, zijn het veel meer dat soort dingetjes. Ja. En misschien ook juist omdat ik nooit een oorlog mee heb gemaakt, dat je dat minder zegt. Je zegt wel hoe erg het is, maar... Als iedereen gewoon denkt zoals jij en zoals Miek inderdaad met een gebaar, met een handschud. Ja, als iedereen dat doet, hallo, dan logisch dat het als een olievlek. Ja, en dan heb je ook, dan kan je ook laten zien dat het niet per se iets heel, dat je heel veel moeite hoeft te doen. Nee, precies. Dat het zo al bereikt is om iets vreedzaams samen te doen. Ja. En wij doen het graag samen met Vrede van Utrecht. Die ons onderdeel faciliteert. En volgend jaar gaan we helemaal knallen.